Als je echt gelooft in je verhaal, hè, en je wilt echt schrijven, je wilt dat verhaal echt schrijven, schrijf het dan. Ja, laat u niet van de wijs brengen door theorieën, door te veel meningen van andere mensen. Maar als je voelt dat je ergens vastzit en dat je bepaalde dingen, dat dat moeilijk is, dan zou er een klik in je hoofd moeten aangaan om daar niet van weg te lopen, maar juist dingen te gaan uitwerken. Dat ze veel geduld moeten hebben. Zo kort is dat. Ik heb altijd de indruk dat, ja, dat mensen die de ervaring niet hebben, het te snel willen doen. En dus vandaar dat geduld. Ik denk dat er veel mensen zich mispakken op het feit dat, dat ze denken, ik heb een goed verhaal, ik heb wat te vertellen. Maar dan begint het, dan hoort daar nog de stijl van het schrijven bij. En dat wordt wel eens onderschat. Ja, ik zeg denk ik toch vooral dat ze een heel strenge eerste lezer van zichzelf moeten zijn. En dat je moet proberen om een tweedeling in je hoofd te maken als je aan het schrijven bent. Dat je dan enerzijds de schrijver bent die zichzelf loslaat en anderzijds de lezer die daar ja, een strenge controle op uitoefent, denk ik. Wat ik ook wel zeg is dat ze in staat moeten zijn om de taal correct te gebruiken. Dat ja, correcte taal op zich natuurlijk geen goede literatuur maakt, maar dat dat wel een vereiste is om een grammaticale correcte zin te maken. En dat is gewoon zo. Denk goed na voordat je gaat schrijven. Heel veel mensen denken, ik moet schrijven, ik moet kilometers maken. En mijn stelling is, als je een half uur hebt, denk dan minstens een kwartier na en ga dan pas schrijven. Goed denken is het begin van schrijven. Dat is het. Het belangrijkste van copywriting is eigenlijk niet schrijven voor je opdrachtgever, maar voor zijn klanten. Dus je inbeelden dat je de persoon bent die tekst leest. En dan bedenken van wat is interessant, wat zou daar nu in staan, zodat ik eigenlijk reageer op die tekst en bijvoorbeeld iets koop of een actie onderneem. Dus u inbeelden hoe die persoon is, hoe uw doelgroep is en inspelen op zijn wensen en behoeften. Dat is de essentie van copywriting, denk ik. Schrijfplezier, denk ik. Schrijfplezier, ja. Plezier winnen in het schrijven. Oh, maar nee, er is eigenlijk, bij het schrijven is er één belangrijke tip. Dat is vooral goed uw ogen open doen. Goed kijken, waarnemen. Dat is het begin volgens mij van alles. Ruiken, voelen, horen, luisteren. Dat is het begin van alles. Dat is het. Eén ding, als ze beginnen te schrijven, moeten ze niet willen presteren, maar heel spontaan gaan schrijven. Want later kun je dat altijd nog wel redigeren. Maar je moet niet beginnen van dit moet heel goed worden. En dat is de ergste fout, geloof ik, die de meeste schrijvers maken. Ja, ze zijn soms bang, vooral ook als ze iets moeten voorlezen, dat ze het niet goed genoeg doen, maar je doet het altijd goed. Je kunt alleen daarna weer verbeteren. Je moet niet beginnen met van dit moet goed worden. Want dat komt later pas. Je schrijft nooit zo organisch als de eerste keer, zegt Garcia Marquez. En dat is waar. Dus. Ja, begin. He, begin gewoon. Dat is het idee. Dus als je schrijfambitie hebt, al langer rondloopt met het plan, ik wil iets op papier zetten. Ja, het enige is begin.